weet zeker, oh zo zeker, dat jij niet sneller kan liken dan dat ik een schatkaart erbij pak. De like challenge is begonnen. Het regent. Dan worden de pannetjes nat. Ik heb de tijd. Ik ga winnen. Oh, de schatkaart. Het is mijn schatkaart. Ik kan de geclassificeerde informatie niet delen. Maar wat ik wel kan delen is dat deze schatkaart ons hier naartoe heeft gebracht. En als ik zeg hier, dan heb ik het niet over zand. Nee, dan heb ik het vooral over het water. Waar je minimaal 1,5 liter per dag van moet drinken. In ieder geval, in het water zou een schat zijn. En wij gaan hem zoeken. En het zou mooi zijn als we ondertussen ook nog andere dingen vinden. Want mensen, misschien ook aliens, lopen op het strand en soms verliezen ze wel wat. Let's go. Misschien vinden we een vis, misschien een kapitein, misschien een stukje brood of een gordijn. Ik weet het niet. Ik bedoel, kijk, deze metaaldetector, dat is iets waar ik later achter kwam, die kan dus schijnbaar tot aan een bepaalde diepte in het water functioneren. Net zoals ik, maar niet te diep, want dan wil ik weer naar boven. Ik ben geen vis, lang verhaal. Oh, dit is wel even een moment, het metaaldetector gaat onder water. Let's go, let's go. Dat is leuk. Ze noemen me ook wel Spetter, de Spetterkoning. Let's go. Oké. Oh, dit is echt. Het voelt ook gewoon. Oké, ik moet wel trouwens. Ik zie dat als ik nog een stap naar achter ga, dan. Dan heb ik natte benen. Dat willen we niet. Maar ik weet ook gewoon wel zeker dat dit op zich. Was dat nou een onderwatersignaal? Atlantis, here I go. Oké, ik heb geen schep, maar ik heb een soort schep. En dit is eigenlijk de bil van de metaaldetector. Wow, een bil. Ga je graven met een bil? Natuurlijk ga ik graven met een bil. Sterk signaal. Oké, daar gaan we. Ja, het is misschien een beetje lastig te zien wat ik hier allemaal aan het doen ben. Maar ik probeer te ondervinden waar het signaal vandaan komt. Oké, ik heb wat gegraven, dus misschien dat het nu alweer hier ligt. Nee, daar ligt het niet. Dan gaan we terug naar de plek waar we het oorspronkelijk hoorden. Is er nog steeds? Oké. Oh, wacht even. Wacht even. Nee, serieus. Wacht even. Ik moet even. Oké. Ik denk dat ik iets voel. Oh! Wacht, ik denk dat ik... Oh, kijk! Ja! Oh, ik zie het! Wat is dat? Oh. Ik dacht al dat ik iets voelde en er was een signaal. En wauw. Dit is misschien wel van een flexende vis geweest. De flexende vis is een zeer zeldzame vissoort van de... onderwaterflexers. Wacht even. Oh, wat? Oké, ik moet zeggen, mijn laarzen zijn wel een beetje volgelopen met water. Maar je moet er wat voor over hebben om... Oké, nice. We gaan even kijken of het signaal nu inderdaad is verdwenen. Om er zeker van te zijn dat we het... Dat moet wel. Ik bedoel, kom op. Het was een signaal. En nu hebben we dit. Het kan geen toeval zijn. Oké, daar gaan we. Oké. Het ziet er ook gewoon uit alsof ik zojuist een juwelier ben binnengelopen. Maar ja, het signaal is weg. Dus we kunnen verder. En we hebben de eerste vondst binnen. Maar dit is natuurlijk nog niet de schat die we zoeken. Wat is er? Het is geen wifi-signaal. Oh, precies. Daar. Ik probeer een beetje te graven. Het lijkt wel alsof iemand naar de wc moet en dat gebeurt dan onder water. Vandaar die wolkjes. Nee, ik zie iets naar boven drijven. Kijk, dat is het voordeel. De meeste dingen aan deze kant van het strand waar het water zeg maar een beetje is, daar ligt het niet te diep. Hè? Want het zijn eigenlijk meer golfjes die aanspoelen. Dus er is geen zand. Er is wel zand, maar minimaal. Oh, ik zie het denk ik. Of wacht even, waar is het? Ja, hier is het! Waar? Oh wacht, ik moet echt even proberen om mijn mouw... Ja. Oh! Wat is dit? Oh, dit is zo gaaf. Dit lijkt echt op zo'n soort van antiek lepeltje. Voor antieke, overdatum ontbijtgranen met melk die smaakt naar karnemelk omdat het niet meer goed is. Kijk! Oh, dit is echt heel gaaf. Wauw. Het is ook echt zo'n craftsmanship. Het is craftsmanship. Ik weet niet hoe lang dit er al ligt. Oké, kan ik het buigen? Als ik het niet kan buigen, dan weten we dat het echt is. Een wijs man zei ooit, wat niet te buigen is, is ook niet te breken. Nou, wij gaan verder. Job, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben gewoon even op schattocht. Job, de schat ligt in het water. Maar mijn sokken zijn nat. Job, ga in het water. Maar ik heb natte sokken en natte sokken zijn niet fijn. Heeft iemand sokken in de aanbieding? Twee halen, niks betalen? Nee, niet de politie bellen. Oké, ik ga. Zoek het verder. Kijk, mijn metaaldetector is gebogen. Vind je dit? Vind je leuk? Zo'n beetje liggen.
Oh, we zijn nog steeds op zoek naar alles wat we kunnen vinden op het strand. En ik ben ervan overtuigd dat we iets gaan vinden. Ik bedoel, het is een challenge. Iemand heeft hier iets voor ons verstopt. Kijk naar al deze ruimte waar wij nog kunnen zoeken. Het is amazing en we zullen ook... Dat gepiep klinkt als piep in de oren. Ja, nee, maar dat is wel goed trouwens. Dus we gaan eens even... We gaan eens even kijken wat daar ligt. We beginnen met een stukje te graven. Water. We beginnen met een stukje te graven. Nog meer water. En als we dan geluk hebben... Water. Oké, we gaan eens even kijken of het misschien al... Ik heb een nieuwe metaaldetector nodig. Oké, daar gaan we. Hier? Nee, we hebben het nog niet weggegraven. Dus het ligt nog op dezelfde plek. Oké. Ik zie dat! Het glimt. Ik wil een medaillon. Dat woord klinkt cool. Medaillon. Het klinkt als champignon, maar een champignon is groente en dit is... Dat niet. Oh, het is koud. Kan er bijna bij. Wat? Oh, kijk! Wat is dit? Oké, ik moet zeggen, ik ben geen diamantdeskundige. Ik ben ook geen kettingdeskundige. Ik ben helemaal geen deskundige. Want dit is waarschijnlijk weer zo'n typische ketting die iemand droeg tijdens het... Zwemmen. Dit is zwemmen. Hè. Dit is gewoon een goede zwemimitatie. Heb ik veel moeite voor uitgeoefend. En kijk hoe mooi het eruit ziet. Oh nee, wacht. Het is iets wat je aan een kettingje hangt. Ik neem hem mee. En als jij hem zou willen, doe dan een like. We gaan verder. Ja, de schat is van mij. Zometeen. Jop, wat doe je? Ik heb een life hack. Water! Dus het telt gewoon. Jop, het is niet dit water. Je moet het andere water hebben. Maar er liggen hier schatten. Dat heb ik gehoord van een vis. Hij zei blub, blub, blubberde, blub, blub. En we weten allemaal dat dat in vissentaal betekent. Hé, ja, je stinkt. Dus ik zei van hoezo? Hij zei van ja, weet ik niet. Ik ben een vis. Waarom luistert hij naar mij? Ik zei nou gewoon, jij praat tegen mij. Hij zegt nee, ik blub gewoon. Ik ben gewoon een vis. En ja, sindsdien heb ik gesprekken met vissen. Maar inderdaad, nee, daar is het water, dus daar gaan we naartoe. En weet je, ik ben al wel echt een tijdje aan het zoeken. En ik heb misschien wel een gouden ketting gevonden. En een medaillon. En een lepel, die brak. Maar ik heb geen schat. Nou, we gaan verder. Maar het gaat ook om de bewegingen. Als je gewoon een beetje zo loopt, dan ga je geen schatten vinden. Maar als je een beetje één wordt met de ocean, dan komen de schatten naar je toe. Dan is het gewoon letterlijk, hé, ik ben een schat, wil je mij meenemen? Ja, natuurlijk. En dan gaat de schat met je mee. Geef mij een schat, of geef mij hier twee. Die schat. Jop, wat ga je doen? Ja, nee, luister, kijk. We hebben het hier over een schat. En laten we eerlijk zijn, die vinden we niet zo hier een beetje aan de kust. Nee, we moeten dieper. En om te voorkomen dat mijn laarzen vol lopen, ga ik zo. Jop. Maya, nee, dit, jawel, ik... Oh, het is zo... Koud. Ik wil de schat vinden en ik ga de schat vinden. Oké, daar gaan we. Oh, het wordt zo diep. Naar boven. Jop, mijn laarzen gaan nat worden. Oh, het is hier zo diep. Blijf jij daar maar. Ik ga die kant op. Oh, ik zie hier letterlijk van alles liggen. Steentjes, mosselen. Ik hoor nog geen gepiep. Je gaat veel te diep. Ik ga niet te diep. Ik zoek een schat. Ik zoek een signaal. Echt? Ja, signaal in het diepe gedeelte van het water. Wat? Ik Ik denk dat we even een reparateur nodig hebben. Maar we weten waar het signaal is. Zoveel zand, steentjes en... Ik zie bubbels. Nee. Oh, het lijkt eens naar boven te gaan. Wat dan? Wat is dat? Oh, ik voel verzet. Ik ga even door. Kijk, er zitten letterlijk bubbels. Wat is dat? Het ziet eruit als iets wat best wel zwaar is. En waar iets van metaal in moet zitten, want ik kreeg een signaal. Ja, maar we hebben wat we moeten hebben. Oké. Belangrijke details. Detail 1. Ik voel mijn voeten niet meer. Detail 2. Mijn onderbroek is nat. En detail 3. Wat er ook in zit. Het is nat op dit moment. Let's go. We hebben wat we zochten. Of tenminste, dat hoop ik. Ik hoop niet dat een matroos met zijn koffertje naar zijn werk ging. Die is verloren en dat wij nu denken, we hebben een schat. Maar eigenlijk zitten er gewoon documenten in. Met tekeningetjes van Mickey Mouse. Want dat is wat je doet, toch? Als je document... Moment van de waarheid. Er moet iets in zitten van metaal. Ik bedoel, het signaal was best wel sterk. Vooral als ik er uiteindelijk achter ben gekomen hoe diep die nog onder het zand zat. Dus... Let's go. Oké. Kleine abonneer-challenge. Ik weet zeker dat jij niet sneller kan abonneren dan dat ik. De koffer. Open. Ik vind dit leuk om te doen. Let's go. Oké, de vraag is natuurlijk, is die niet dichtgeroest? Dat kan. Je roest, water. Ik heb geen zin om aardrijkskunde te geven. Oké. De schat is dus voor mij verstopt. En de persoon die dat heeft gedaan zei... Je gaat hem nooit vinden. Met daarbij toegevoegd... En... Ik heb hem. Let's go. Ik kijk nog niet. De abonneer-challenge is voorbij. Wat zit erin? Wat zit erin? Oh!
Oké, laten we direct beginnen. En ik zie iets wat ik best wel goed kan gebruiken. Na al dat zoeken heb ik dorst gekregen. Kool-Aid Tropical Punch. En dit is zeg maar zo'n rietje waarbij de kans ongeveer 99% is dat je het zakje er volledig mee doorboort. Waardoor je helemaal onder het sap zit en nog steeds dorst hebt. Hashtag mijn leven. Oké, daar gaan we. Let's go. Het is gelukt. Ja, het is gelukt. Tropical Punch. Hawaiiaanse danseressen in mijn maag. En ze stoeien met elkaar. Oké. Mm, het smaakt lekker en de kleur is... Alles ligt eronder. Het is blauw. En deliciosse. Oké. Wat is dit? We hebben onze eigen persoonlijke Octomon. Het is een octopus. En ja, het is... Wauw. Oké. Ja. Oh, dat is niet zo handig. De volgende keer dat hij een kopje koffie wilt zetten, moet hij zijn andere octopus vrienden dragen. Maar ik denk dat deze blijft plakken. Ik weet het zeker. Oké, als jij nou een leuke naam mag bedenken voor deze octopusman, wat zou het dan... Wat zou het dan zijn? Wat zou het dan zijn? Graf, dankjewel. Oké, wat hebben we nog meer? Let's go! We hebben letterlijk snoep uit de oceaan. En je weet wat ze zeggen over oceaansnoep. Als mensen dat soort geluiden maken en dat ze iets hebben gegeten, vinden ze het waarschijnlijk niet zo lekker. Oké, dit is serieus ongelooflijk zuur. Het zijn jawbreakers, dus je zou je kaak kunnen breken. Oh, wat is dit? Oh, het is een haai! Het is een witte haai! Oh, dit is wel echt. But first, let me take a selfie. Het is wel een mooie haai. Oh, haai! Zeg! Oké, oh, we hebben hier ook nog een tweede soort van onderwater man. En dit is... Oh ja, oké. Tweemaal, andermaal, vijfmaal, zevenmaal. Iemand geïnteresseerd in een elektrische aal. Aal. Ik noem hem niet Ari, maar Ali. En ik neem hem overal mee naartoe. En dan zegt ze, hey, wie heb je mee? En dan zeg ik, zeg het zelf maar. Maar dan zegt hij niks, want het is van rubber, dus kan niet praten. Maar dan zeg ik het vervolgens nog. Maar dat was even voor het moment dat ze dan denken, oh, gaat hij praten? Maar hij praat niet. Maar in ieder geval, dat is leuk. Een Ali die draait, want dat vindt hij cool. Let's go! Wat hebben we? Wat is dit? Het zijn visjes! Dit is Amerikaans snoep! Het is een beetje nat geworden. Oh, we gaan eens even kijken of het ook zo smaakt. Ik ben benieuwd. De lekkere visjes uit de oceaan. Oh, dit is echt heel lekker. Het smaakt een beetje naar haring, maar dan met stroop en poedersuiker. Een haringpannenkoek. Ik ben blij. Een schat, een treasure chest. Natuurlijk wil ik een treasure chest. Maar wat zit erin? Is het een, ja, vogel? Denk ik niet. Een vogel in een schatkist lijkt mij niet de meest doorsnee zaak die er is. Het wil niet open. Er zijn meerdere manieren om de schatkist te openen. Er worden namelijk een soort van stokjes bij geleverd. Maar wat toch mijn favoriete manier is, is gewoon dit. Ja, als de grond het zegt en dan gaat hij. Oh, waarom werkt dit nou niet? Hey Ali, Ali, doe het Ali. Kom op. Oh, kijk, en daar nog één. We hebben letterlijk twee munten gevonden. En dit zijn de... Ze zijn van plastic. Ik dacht dat ze goud waren. Oh, en dit moet wel de reden zijn geweest waardoor het signaal van de metaaldetector opgewekt werd. En dit is er dus ook ingestopt zodat we het konden vinden. En ik denk dat het van metaal is. Ik denk dat het... Ja, het is, is van metaal, dat kan. Wat is dit? Dit lijkt op een soort van ei met een dino erin. Is het een dino-ei? Lijkt op een dino-ei. Oké, ik denk dat we hier genoegen mee moeten nemen. Wat hebben we nog meer? Oh, wat is dit? Wat is... Oh, het heet Mega Foam Candy. Oh, nee, niet doen. Ah, oké, dus ik denk dat het een soort van brandblusser is, maar dan van cola. Dat is echt niet lekker. Dat is gewoon echt super chemisch. Nee! Oh, dit is ook interessant. We hebben hier een lippenbalsem van een merk wat eigenlijk van die chocoladepastilles maakt met pindakaas. Dus ik ben wel benieuwd of dat ook daadwerkelijk dezelfde lipsmaak heeft. Dit is episch. Van Reese's. Jop, niet doen. Oh! Oh! Hè? Nou? Nee. Misschien. Het ruikt eigenlijk gewoon naar plastic. Het heeft een hele lichte touch of peanut butter. Maar het valt mee. Dat ruim ik op trouwens. Ja, echt waar. Dit is prehistorisch cool. Een dino-ei. Wat zit er in het
Oh, we hebben onze eigen dino. Wat vind jij een leuke naam voor deze dino? Laat het weten. Wat is dit? Oh, dit is een UFO. Soort van badbom. En ik denk dat wij wel een bad tot ons beschikking hebben. Deze doen we zometeen. En, oh, dit is zo schattig. Oh, nice. Oké. Wat zit er? Dit is zo stretchy. Oh, deze zijn zo nice. Ik weet niet of jullie weten wat dit is. Flamingo, jij bent cool. Oké. Vind mij niet cool. Oké, rustig. Ik ben niet roze zoals jou, ik weet het. Maar ik ben ook cool. En de flamingo heeft een Snoopy. Smaak roze. Sorry, ja, nee, dat is... Ja. En als kers op de taart, de UFO. Let's go. Wat zit er in deze UFO? Oh nee, irritante plasticjes. Daar gaan we. Wat zit er in de UFO? Het lijkt wel op stoepkrijt. Wat gebeurt er? Oh, hij bruist! Oh, de UFO is gecrashed en de alien... Ik wil niet vervelend zijn en ik ben geen fysiotherapeut, maar ik weet niet of dat soort rekoefeningen goed zijn. Oh, het is een baby alientje. En hij zit lekker te alien. Oh, dit is wel echt een kleine mannetje die zo klein is. Nooit gebeurd. Ik denk dat we wel een leuke naam kunnen bedenken voor dit kleine mannetje. Heb jij een leuke naam? Zou je hem willen winnen? Wil je hem helpen met zijn strekoefeningen? Doe dan een like. We hebben een schat, we hebben een kettingje, we hebben een lepeltje, we hebben een alien en een hele natte onderbroek. Dit is een perfecte adios. Ja, dit is nice.